Opa's en oma's door heel het land konden dinsdagavond gratis eten in bepaalde restaurants. Het is een initiatief van Oma Soep om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Ook in Nijmegen deden restaurants mee om de week tegen eenzaamheid passend af te sluiten. Om meer aandacht te vragen voor eenzaamheid zijn er allerlei activiteiten georganiseerd tijdens de week tegen eenzaamheid. Zo ook in restaurant De Lindenberg, waar ouderen gratis uit eten konden. Jurre heeft daarom zijn buurvrouw Helene uitgenodigd om gezellig samen een hapje te eten. Nou, wij doen van deze actie omdat van ouderen die met elkaar contact willen en die wij met elkaar... ik vind het wel sneu van oudere mensen die weinig contact hebben. Een enorme eer. Hè? Want ik weet dat Jurre dat... Die is altijd heel gezellig bij het eten. Dus daar ga ik voor. Hè? Om even een stukje gezellige avondinvulling te hebben bij het eten. Anders zit ik er vaak alleen te eten natuurlijk. Dus. Restaurant Lindenberg doet mee aan deze actie omdat zij het belangrijk vinden om iedereen een plek te kunnen bieden. Nou ja, wij zijn een cultuurhuis en wij vinden het belangrijk om alle leeftijdsgroepen aan te kunnen tippen. En natuurlijk zijn er mensen soms eenzaam en die willen we zeker hierbij betrekken, juist met dit soort acties. Ja. Helene merkt ook dat veel ouderen last hebben van eenzaamheid. Ja, dat is gewoon iets wat, denk ik, ontzettend belangrijk is. Dat er aandacht is voor de oudere mens en... Nou, ook het gegeven eenzaamheid is natuurlijk volksziekte nummer 1. Dus ook heel fijn dat daar aandacht aan besteed wordt. En het is... In het restaurant merkten ze maar al te goed dat dit soort acties van groot belang zijn. Ja, de telefoon die stond vandaag roodgloeiend. Niet alleen door jullie, maar ook door gasten die nog wilden reserveren. Maar we hebben maar op zich een klein keukentje, dus we konden niet te veel mensen toelaten. Maar in ieder geval een hoop oma's die wij blij kunnen maken, ja. Voor Jurre is het heel normaal om de oudere generatie overal bij te betrekken. Van elke mens, een soort leeftijd als Helene, wil ik heel graag respect omgaan. Dat wil ik echt heel graag, ja. Ja, dat raakt me. Dat vind ik gewoon heel erg lief en fijn om dat te horen van een jonger iemand. Dat maakt mij zo blij en ik... Ik moet er bijna van huilen, zo ontroerd. Ja, ik word een beetje in mij betrokken. Dus zij echt een goud hart heeft. Ja, dat heeft zij ook.